Lieve kinderen van Monnikendam, welkom bij een nieuwe aflevering van het Monnikendammer Kindersjournaal. En ik sta weer in de haven en ik sta hier met twee kinderen. En zijn we bezig geweest met Sinterklaas te proberen te bereiken. En dat lukte heel slecht. Bellen hielp niet, videobellen dat lukte allemaal niet, want de verbinding werd steeds verbroken. En ook roepen, we hebben gewoon geprobeerd te roepen. Werkte ook allemaal niet. Nou hebben jullie natuurlijk gevraagd om goede ideeën te geven over hoe wij nou met Sinterklaas in contact kunnen komen. Ja. Nou, er is een heel goed idee en dat goede idee, dat heb ik hier staan. Dit zijn namelijk Robine en Matteo en die hebben voor Sinterklaas iets opgeschreven, want jullie hadden een goed idee. Lees maar even voor wat jullie goede idee was. Lieve Sinterklaas, wilt u naar ons toe komen? Wij wonen in Monnikendam. Dag, en neem Piet ook mee. Kusje aan Robine. Mama heeft het geschreven. Wat een goed idee. Dus, Robine, Matteo, wij moeten deze fles zo meteen dus in het water gooien. En dan gaat die fles, die gaat zo... Ja, wacht even. Die fles, die gaat dan zo, ik leg het even uit aan de kinderen. Die gaat dan zo in het water, zo woep, woep, woep. En dan komt die hopelijk bij Sinterklaas terecht. Ik vind het heel spannend. We gaan het zien. Oké. Lieve kinderen, kinderen van Monnikendam, dit is het moment. We gaan de fles met de brief in het water gooien. Hou hem er maar overheen. En 3, 2, 1, laat me vallen. Nee! Ah, spannend! Maar dat gaat goed. Maar dat is niet. Het gaat goed komen, Wat is dit spannend? Nou, ik ben heel benieuwd hoe snel die bij Sinterklaas is. Hij gaat die kant op, zie je? Ja, hij gaat de goede kant op. Nou, lieve kinderen, de post is onderweg naar Sinterklaas. En we moeten natuurlijk met hem een beetje contact krijgen, omdat hij kan niet dit jaar op de haven hier aankomen. Want het kan niet met alle corona en zo, want dan staat iedereen veel te dicht op elkaar. En daarom moeten we contact met hem hebben. En hebben jullie allemaal, alle kinderen van Monnikendam, hebben allemaal ideeën aan ons gegeven waar Sinterklaas dan nog meer zou kunnen aankomen. Bijvoorbeeld Tim en Noah op de berenklauw. Bij hun in de achtertuin, met alle buurkinderen erbij. Het ziet er hartstikke leuk uit, bedankt daarvoor. Maar het is wel een beetje krap, hè? Ik denk niet dat iedereen daar van Monnikendam in de achtertuin past. Nou, zo was er ook een idee van meneer Ruud. Kijk, bij het gemeentehuis. Inderdaad, een slootje, prachtig slootje. Maar ik denk een klein beetje te klein voor de boot. Gelukkig had Jevendi ook nog een heel goed idee. Jevendi van de Blauwe Ster. Maar zien jullie wat ik zie? Dat is toch een hek? Dan zit er dus een hek tussen het slootje en waar die aan moet komen. Dus dat kan eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat we toch nog even verder op zoek moeten. Laten we gaan. Zo, ja. Het is toch ook wel echt mooi in het donker, hè, de haven. Oh, het zou toch wel zo mooi zijn als je hierna zou kunnen aankomen. Maar ja. Mevrouw Anna, waarom komt de beste man niet gewoon met een privéjet of met een grote Rolls Royce aan? Dat is toch veel beter? Dat kan, maar hij komt eigenlijk altijd met de boot. En ik weet helemaal niet of Sinterklaas een privéjet heeft. Nou, dat is helemaal geen probleem. Dan leent hij toch ons privéjet? Oh. Nou, dat kan natuurlijk ook. Ja, zeker. Maar het probleem is dat we Sinterklaas eigenlijk niet zo goed kunnen bereiken. Maar misschien kunt u hem een brief sturen en dat dan in een flessenpost naar hem opsturen? Ga ik gelijk doen. Klim meteen in mijn pen, stuur ik een mooie brief naar hem en dan kan hij gewoon met mij, Jet, komt hij gewoon naar Nederland toe. Wie weet komt Sinterklaas dit jaar dan wel met het vliegtuig. Ja, zeker wel. Oké, okay, bedankt niet mevrouw. Niet weer in die haven hoor. Dank u wel. Ja hoor, dag mevrouw Anna. In de haven. Mevrouw Anna! We worden geroepen. Hier! Hey! Anneke, ik heb echt een heel goed Hallo. Idee. Ik heb echt een heel goed... Het ligt heel vol met boten in de haven. En de boot van Sinterklaas. Ja? Kan gewoon in de badkuip van mij. Kijk, dan haal ik alles eruit.
Kijk, en dan ga ik er zelf ook niet in. Ja? En dan kan Sinterklaas de boot. Kijk. Nou, wat een... Hoe simpel. Wat een mega goed idee, mevrouw. Dank u wel. Hartstikke leuk. Sinterklaas, de stoomboot in de badkuip. Maar de badkuip is niet heel groot, hè? Nee, dat niet. Dus misschien moeten we toch nog even verder zoeken naar een iets groter plekje. Oh, maar bedankt. Ja. Heel fijn dat u zo lekker meegedacht heeft. Ja, nou, oké. Succes. Dank u wel, mevrouw. Oké. Dag. Ja, nou jongens en meisjes, er zijn al superveel goede ideeën, maar ik heb het beste idee nog niet gehoord. Juffrouw Anne. Hey. Ik heb het beste idee. Badmeester Cor, vertel, wat voor idee heeft ik u Ik heb ons? Een hele grote badkuip voor je. Daar kan die stoomboot makkelijk in. Een hele grote badkuip, bedoelt u daar soms mee het? Zwembad. Het zwembad. En lekker warm. Voelde ze eigenlijk lekker thuis vanuit Spanje. Dat is natuurlijk wel een heel fijn, goed idee. Maar badmeester Cor, vraag je, hoe komt de stoomboot dan in het zwembad? Ik heb wel twee deurtjes die open kunnen, maar die zijn niet zo heel groot. Een heel klein deurtje. Nou, ik vind het een goed idee, maar misschien moeten we toch nog even verder zoeken. Denkt u ook niet? Ik ben bang van wel. Ik ben bang dat het toch een beetje moeilijk wordt om binnen bedankt, te komen. Hoor. Okay. Bedankt hoor. Bedankt. We zoeken nog even verder. Bedankt hoor. Dag. Volgens mij zit daar Sinterklaas. Je kunt het bijna zeker. We gaan gewoon kijken. Hij is hier al een tijd al en ik wist het helemaal niet. En hij is hier gewoon zonder iets te zeggen. Sinterklaas, hallo. Hallo Sinterklaas. Hallo, ik ben geen Sinterklaas. Oh. Ik ben de sluiswachter. Oh. Het is niet... Ik ben hier de sluis. Dus, Het is niet Sinterklaas, het is de sluiswachter. Ja. Hartstikke leuk. Maar wat wilde u weten dan? Nou, ik zocht eigenlijk een plek voor Sinterklaas om aan te komen met de boot, maar ik kon nog niet zo'n geschikte plek vinden. Heeft u een idee? Nou ja, ik denk dat hier in de sluis een hele goede plek is om gewoon de boot neer te leggen. Daar een deur die dicht kan. Aan de overkant kan een deur die dicht. Niemand die hem weg kan halen. Of ja, want ja. Dan ligt hij hier in ieder geval veilig. Nou, goed idee, want dan ligt hij inderdaad veilig, maar dan kan er ook niemand meer bij. Ja, ze kunnen er inderdaad klimmen als ze willen. Ja. Ze kunnen, ik denk, kunnen er omheen staan ja, het is te een, kijken. Ja, dus. Ik denk dat u misschien wel gelijk heeft, maar het is ook een beetje vol. Ik denk dat dit toch ook niet helemaal is wat we zoeken. Maar hartstikke bedankt, meneer Sinterklaas. U lijkt er zo op, meneer de sluiswachter. Bedankt. Nou, graag gedaan. Wij zoeken nog even verder. Bedankt okay. Hoor. Nou ja, zoek ze verder. Dag. Tot ziens. Dag. Het is jammer. Zo, nou lieve kinderen, bedankt voor al jullie goede ideeën. Er waren zoveel ideeën en ik heb eigenlijk nog steeds geen goede plek gevonden. Het is inmiddels donker en iedereen die slaapt al. En ja, ik weet niet waar Sinterklaas nu is. En ik weet ook niet waar die aankomt. Maar ik weet wel dat hij komt. Ik weet het zeker. Ik weet zeker dat Sinterklaas nog komt. Ik weet het zeker en weet je, ik ga hier gewoon op hem wachten. Want dat is alleen maar leuk en dan komt hij misschien hier naartoe en dan ziet hij mij als eerste. Ik ga gewoon hier op hem wachten. Ik ga in mijn tentje op Sinterklaas wachten, want ik weet zeker dat hij hier naartoe komt. Ik heb mijn tentje opgezet. Zo. Dan laat ik mijn lichtje aan. En dan kan hij me zien. En dan wacht ik hier totdat hij er is. Dat rust allemaal.